Hallo allemaal en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van What's Up. Ja, het is de laatste donderdag van de maand april. En dat wil dus zeggen dat het weer tijd is geworden voor onze live What's Up uitzending. Nou, ik moet je zeggen dat ik super excited ben om vandaag weer dus deze aflevering aan jullie te presenteren. Want de aflevering van vandaag die is een beetje in het kader van Welcome Monday. Ja, aanstaande zaterdag vieren we dus eigenlijk of gedenken we eigenlijk Welcome Monday. Jammer genoeg valt het in het weekend op een zaterdag en ook erbij lockdown weekend, maar dat gaat de pret helemaal niet verstoren. Nee, want er zijn toch nog een aantal leuke dingen die je kan doen. Je kan lekker eten en daarover ga je meer horen in deze aflevering. Natuurlijk, Welcome Monday is ergens begonnen. Er is een reden waarom deze dag op 1 mei valt. Er is een reden waarom er überhaupt een Welcome Monday is. En daarover ga ik je allemaal een beetje meer vertellen in deze live uitzending. Nou, we zijn nog steeds in lockdown. Ja, iedereen moet op tijd thuis zijn. Dit hele weekend is er total lockdown. Dat wil zeggen dat je het hele weekend thuis moet zijn. Ja, de gevallen van COVID die stijgen weer. Dus mensen, met deze regen, probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Probeer je zoveel mogelijk aan de regels te houden. Zodat we eigenlijk echt nog sneller uit deze situatie kunnen gaan, toch? Ja, en gewoon weer kunnen doen wat we gewend zijn om te doen. Nou, in ieder geval, wat je wel kan doen, is gewoon deze avond afgestemd blijven op ATV kanaal 12.1. Want we gaan lekker een uurtje bezig zijn. We gaan je lekker bezig houden. We gaan je wat leuke dingen vertellen. Ja, ik zeg lekker, want eigenlijk, ik wil nog niet verklappen wat er allemaal gaat gebeuren vandaag. Maar er gaan echt lekkere dingen gebeuren vandaag. Dat ga je zo meteen zien. Ja, je gaat het zo meteen zien. In ieder geval weet je ook dat tijdens de live uitzendingen we ook live gaan appen. Dus ik ben helemaal stand-by met de app. Cheyenne is stand-by met de app. Je weet dat je dus kan appen op het nummer 83x5166. Ja, het staat in beeld het nummer. Sla het op als je het nog niet had opgeslagen. Verder weet je dat je leuke prijsjes kan winnen. Prijzen die gesponsord zijn door Rubim Supermarkt. Dat is een van onze trouwe sponsors. We hebben prijzen van Ilse Bordelori. We hebben prijzen van DTS. We hebben prijzen van Hook & Catch. Dus ik zou willen zeggen, blijf afgestemd. Blijf gewoon lekker kijken. Ga even comfortabel zitten op de bank. Ga nergens, want het is een gloednieuwe aflevering van What's Up Live. Sabor de Lori aan de Antondrachtweg. Hopelijk zien we u gauw. Basic one.
En ik had je dus verteld dat het een verrassing was, maar als je deze meneer naast me ziet, nou, dan weet je al waarover we gaan praten, toch? Ja, dit is een trouwe klant van ons, een trouwe sponsor van het programma What's Up. Ze zijn er zo vaak. En deze week, of tenminste dit weekend, hebben ze ook een Rocco Mandy special. Dus we dachten, nee, dit is gewoon echt de juiste gast die we deze week in het programma kunnen halen. Welkom, Ray. Welkom. Ja. Nou, Rocco Mandy, ik ga even beginnen daarbij. Rocco Mandy, wat betekent dat voor je, Dag van de Arbeid? Ja, het is een dag waar de arbeiders, hoe moet ik zeggen, vrij van alle werken. Ja. Van alles wat ze doet op de dag, zijn ze een beetje vrij. Ze wil speciaal voelen en dat wil Hoek en Cash ook voor ze doen. Ondanks, we zitten in een lockdown. Ja, klopt. Want nu zitten we in lockdown, dus eigenlijk zijn we verplicht vrij, als je het nou wil of niet. Maar in ieder geval heb je het heel mooi gezegd. Het is een dag waarbij je als arbeider dus toch wel een beetje kan genieten. En ja, een beetje in het zonnetje gezet kan worden. Ik neem aan dat jij dat ook met jouw arbeiders doet. Sowieso. Ondanks ze gaan moeten werken op die dag. Dan moet ik ze een beetje extra verwennen, toch? Een beetje extra verwennen. Ja. Nee, helemaal. Ray is dus de eigenaar van Hook & Catch. En Hook & Catch die is er dus al een hele tijd. Jullie hebben echt heel vaak leuke activiteiten. We waren niet zo lang bij jullie voor jullie goede vrijdagactiviteit. Voor de mensen die Hook & Catch niet kennen, wat ik me bijna niet kan voorstellen. Ja. Wat heeft Hook & Catch allemaal te bieden aan de gemeenschap? Oké, we zitten te denken, samen met mijn team. Dat door de lockdown en alles, we gaan niet stilstaan blijven. Mm-hmm. Mensen moeten niet gewoon saai thuis blijven en niets doen. En we hebben gelegenheid gemaakt van de lockdown dat we zeiden, oké, we gaan met een Rocco Mandy mixbox komen voor een goede prijs. Dus je krijgt een hele box van alle mix vlees erin. Niet alleen maar van vis, maar ook van kip, ook van burgers, ook van pasta's. Ook van de kibbeling ook, voor 200 SRD. Wow. En ik word tot een huis voor je geleverd. Natuurlijk, want het is lockdown. De mensen kunnen het niet komen halen. Dat klopt. Nou, u heeft het gehoord. Dus eigenlijk, uw Rocco Mandy hoeft niet saai te zijn thuis. Heel simpel gezegd. U mag lekker genieten, uzelf verwennen, uw huisgenoten verwennen. Met deze lockdown Rocco Mandy box van mixbox van Hook & Catch. Nou, je hebt een beetje een paar dingen aangehaald voor me wat erin zit. Maar even specifiek, wat zit precies in die, okay, in die box? We hebben twee box gemaakt. Mm-hmm. We hebben een economy box gemaakt. Mm-hmm. We hebben een box gemaakt van ieder. Oké. Okay. Een beetje meer heeft. Ja. Dus die box van 200 hebben we een burger, een Hook & Catch burger erin. Mm-hmm. We hebben een kibbeling, een portie kibbeling erin. Mm-hmm. We hebben twee sides nakuurs. Oh, leuk. We hebben een salade, een salade box ook erin. Mm-hmm. We hebben ook een pasta box erin. Wauw. En voor alles. Het is echt een hele maaltijd. Ja. Een hele maaltijd. Oké, nou, hij krijgt ook een barbecue kip. En een barbecue, en een stuk barbecue kip. Een stuk barbecue kip. Ja, dat klopt. En we hebben ook een andere box, die is van 100 SRD. Oké. Die krijg je een burger, je krijgt een kibbeling en je krijgt twee sides. Dus die is iets kleiner natuurlijk. Dat is iets kleiner, Nou, als de mensen bestellen, wanneer moeten ze bestellen? Zijn ze verplicht van tevoren te bestellen? Dus vrijdag of zo, voor zaterdag? Of mogen ze gewoon zaterdagochtend bellen van, hey, ik wil voor vandaag dit hebben? Nee, dus wat we hebben gedaan, we hebben niet alleen op Rocco Mandy gedaan. Okay. Is vanaf zaterdag en zondag. Zondag ook. Is voor de hele weekend lockdown. Mm-hmm. Dus in verband ook met Rocco Mandy. Want we denken, in het lockdown, weet je, we moeten... laat die mensen een beetje special voelen. Hoe kan Catch weer ze laten een beetje special absoluut, voelen. Absoluut. Dus we doen het twee dagen. Twee dagen, en zaterdag en zondag. Ik begin vanaf 8:00 's morgens tot 6:00 in de middag. Mm-hmm. En je belt normaal naar binnen. Mm-hmm. Of je belt op die appnummer. Mm-hmm. En we nemen je bestelling en we brengen je box. Helemaal uit. Tot waar leveren jullie? Dus eigenlijk, kijk... wat heb ik ook gezien door de lockdown? Het is niet te druk dat je gaat zeggen, je zit lang in het verkeer en zo. Dus we gaan uiterste, is niet dat we gaan helemaal op para of zo, of Nikeri. Maar kan we tot Lelydorp gaan? Want het is natuurlijk rustig. Gaan we helemaal tot Anton de Drakteweg gaan? Gaan we helemaal misschien tot Meerzorg? Mm-hmm. Want ik probeer zo mensen laten, weet je, ik wil, bijna wil ik zelden niet een klant teleurstellen om te zeggen, hey, mevrouw of meneer, we gaan niet daar komen, of weet je, en ook met het rekenen ook, maar we hebben altijd een andere oplossing daarvoor. Nou, je hebt het zelf gehoord,
hoe kan Catch wil ervoor zorgen dat iedereen eigenlijk een beetje aan zijn trekken kan komen. Dus probeer het maar even. Hij heeft ook gezegd, ja, het gaat misschien niet zo zijn dat hij tot Nikeri gaat leveren. Misschien nog net niet tot Para. Hangt er vanaf waar. Wow. Misschien ben je op like, weet je, voorin van Para. Dan kan hij nog even door de vingers kijken. Sowieso. Nou, hoe kan Catch zorgen ervoor dat jouw weekend dus een heel leuk lockdown weekend kan worden? Dat jij ook op Rokkomandé, of nou Rokkomandé, lekker in de bloemetjes gezet kan worden. Of iemand in de bloemetjes kan zetten. Want het zou ook zo zijn dat je misschien jouw werknemers in de bloemetjes wil zetten. En dan zeg je, nou, ik bestel 10 lockdown boxen voor Rokkomandé en ik laat het leveren bij al mijn Rokkomans. Kan dat ook? Het kan. Het kan. Alles kan. Alles kan. Alles maar luister, Ray. Het is lockdown weekend. Iedereen is thuis. Alle mensen willen misschien lekker eten. Je hebt genoeg mensen die gaan werken toch die dagen. Want ik kan je zeggen dat het druk gaat worden. Ja, we weten daarom hebben we onze voorbereiding zo groot gemaakt. En ook een Catch maakt niet uit als we een groot voorkoop krijgen of een klein voorkoop. Maar alles wordt gedaan wanneer je bestelt. Yeah. Dus je krijgt je eten vers. Niets maken we van tevoren om te zeggen, hey, if this no serie, we moeten het terug in de ijskast zetten. Yeah. Of we moeten het. Want wanneer die klant heeft de bestelling geplaatst, ze moet die 30 gebakken. Minuten wachten of die 20 minuten hangt vanaf wat zijn bestelling is. Dus voor we hebben geen probleem daarmee. Helemaal goed. Dus dat wil zeggen, als je 20 boxen wil bestellen, bel maar, mag je 20 bestellen. Hoe kan Catch zorgen ervoor dat je alle 20 krijgt? Ja, het is een tip, hè, voor alle mensen die misschien iemand anders willen verwennen dit weekend in verband met Rokkomandé. Nou, hoe kan Catch is niet alleen de plek waar je gewoon vis kan kopen, maar je kan ook genieten van heerlijke sausen. En dat moeten we de mensen ook doorgeven. Ik zie dat je lekkere peppersaus hebt gebracht. Ja, dat is de hot peppersaus en dit is onze kruiden. De kruiden wat wij zijn bezig met op de markt te komen, is van niet alleen voor vis om in te leggen, maar is van alle vlees in te leggen. Is het, weet je? Waarvan is het gemaakt? Het is gemaakt van fresh seasoning. Gemixt met gember, gemixt met thyme, alles. We hebben een paar kruiden ook die we importeren van andere Caribische landen. En wat zou ik zeggen aan de mensen? Ze moeten het proberen. Want je eten, je vlees krijgt een goede smaak. Als het is vis, als het is kip, als het is rund, als het is varken. Alle soorten. Als je wil het gewoon puur in je eten zetten, dat kan ook. Als je gewoon bijvoorbeeld naast je eten wil het zetten ook. Als bijvoorbeeld je maakt een steak, je kan dit gebruiken puur. Je hoeft het niet eens te koken. Okay. Weet je, die kruiden is voor alles. Het is niet dat je gaat bijvoorbeeld curry maken en je kan het niet gebruiken. Je kan alles ermee doen met het kruiden. Je hebt het gehoord. Je kan alles doen met de seasoning van Hook & Catch. Je kan het voor elke vleessoort gebruiken, voor vissoorten kan je het gebruiken. En daarnaast heb je ook nog een lekkere hot pepper sauce. De hot spicy pepper. En dat kan je gewoon lekker naast je eten. In Suriname ze horen van peper, toch? Naast ons eten. Ja, dat klopt. Ook dat hebben we dus vanavond. Dus, ik zou willen zeggen, blijf kijken, want Hook & Catch, of tenminste Ray, is niet alleen gekomen. Nee, straks ga je zien dat hij met meer is gekomen. Met meer personeel, met meer attributen. Dus blijf kijken. Wat we ook gaan doen, is dat we zo meteen wat prijsjes weg gaan geven. We gaan ook een lockdown mixbox weggeven van 200 SRD en eentje van 100 SRD. En we gaan wat sausen weggeven. Dus blijf even afgestemd. Ga nergens, want wie weet ben jij een van de mensen die vanavond zo'n leuke prijs wint. Blijf afgestemd. We gaan even naar een reclamebreak en zijn daarna zo bij u terug. I know you root for you, go underground. Ya basi ye, basic boy. Ya basi ba, it's me. Adi shefi, I do smoke it. Say a drink, basic one. A cracker and a platter. Adi si mudrini, so say it again. Young and old, old and young. This a killer, this a drink. Ayo, basic one, basic one, basic one.
Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier. Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. Dus eigenlijk een verrassing, want Ray is niet alleen gekomen. Nee, hij is met zijn hele auto gekomen, Meals on Wheels. En ja, Hook & Catch is echt heel flexibel. Ze zijn, ze kunnen overal komen waar je wil. Als je dus zegt van nou, ik heb een feestje of ik heb een activiteit en ik wil dat Hook & Catch voor me cater, dan hoef je niet bang te zijn dat ze dus helemaal in de stad, daar waar je hoofdkantoor is, dat ze dus vis gaan maken en dan gaan reizen en dan wordt het koud en dan wordt het zacht. Nee, ze komen met de hele auto van Meals on Wheels, tenminste de auto die heet Meals on Wheels. En daar komen ze dus gewoon helemaal jouw bestelling vers, lekker, warm zo voor je leveren. Nou, ze zijn vanavond gekomen hier bij ons, ook om ons in verband met Rocco Mandé een beetje te verwennen. Ja, daarom zei ik toch dat het een leuke, lekkere aflevering gaat worden. Maar ze gaan u dus ook een beetje laten zien wat er allemaal in de lockdown mixbox zit. Ik heb het gezegd, we hebben ook wat leuke prijzen die we gaan weggeven en daarvoor moet je dus antwoord geven op de prijsvraag. Ik moet je eerst een beetje vertellen, want de prijsvraag van vandaag, of tenminste de eerste vraag, quizvraag die we gaan doen, gaat over Rocco Mandé. En weet je, dit alles van Rocco Mandé is niet iets van nu. Het is begonnen in de 18e eeuw, de 19e eeuw om het zo te zeggen. Want voor 1889 werd er in heel veel landen langer dan 8 uren gewerkt. Ja, hard gewerkt, zoals die mensen hier op de achtergrond ook hard werken. En weet je, toen werd er besloten om op 1 mei 1890, werd het toen besloten om een internationale strijddag voor 8-urige werkdagen te organiseren. Nou, als je dus eventjes berekent, 1 mei 1890 tot 1 mei 2021, hoeveel jaar geleden is dat? Dat is het antwoord dat je dus voor moet sturen. Hoeveel jaar geleden was dus de eerste 1 mei viering? Dat was op 1 mei 1890. En dit jaar zijn we in 2021. Als je voor me kan sturen hoeveel jaar geleden dat was, dan kan jij dus een hele leuke prijs winnen. Je wint dus dan een mooie wijn. Of tenminste een lekkere wijn gesponsord door Rubin Supermarket. En je wint ook een prijs gesponsord door Il Sabor de Lori. Je weet dat je moet appen op het nummer 8-3-5-166. Nou, de mensen die zijn flink aan het appen. En Astrando, die is de eerste die het juiste antwoord heeft gestuurd. Hij heeft dus gezegd, het is 131 jaar. Dat is inderdaad zo, Astrando. 131 jaar geleden was dus de allereerste 1 mei viering. Besef dat mensen zo lang al strijden voor gelijke rechten voor werknemers. Ja, want daarover gaat 1 mei.
Van harte gefeliciteerd, Astrando. Jij hebt dus een prijs gewonnen van El Sabor de Lori. Je hebt ook een wijn gewonnen van, die gesponsord is door Rubim Supermarkt. En Rubim Supermarkt staat aan de Quattaweg. Daar kan jij dus zijn voor eigenlijk al je inkopen. Dus je hoeft niet helemaal naar de stad te komen. Je kan lekker daar via de rijweg. Kan jij dus al je inkopen doen, want ze zijn heel erg goed gesorteerd. Ik ga zo meteen ook even praten met de mensen in de keuken. Alhoewel ik zie dat ze heel druk bezig zijn. Dus misschien moeten we nog een quizvraag doen. Goedenavond, dames. Dame en heer. Hoe gaat het met jullie? Gaat prima. Jullie zijn druk bezig, hard aan het werken. Ja, klopt. Precies. Dat klopt. Wat maakt u allemaal daar? We zijn bezig met een grilled chicken pasta. Uh-huh. En een vispasta. Uh-huh. We hebben ook een beefburger in de making. En een visburger. En ook een kipburger. En ook de kipburger. Nou, geweldig. En deze dame is zo flink hard aan het werken. U bent ook deel van het team. hoe vindt u het om te werken bij Hook & Catch? Sorry? Hoe vindt u het om te werken bij Hook & Catch? Wel, ik ben de zusje van de eigenaar. Oh, oké, okay. Leuk, meer dan leuk. Zusje van de eigenaar, die helpt natuurlijk ook. En zo meteen gaan we dus eventjes kijken hoe het allemaal aan toe gaat in de keuken. Nou, dit hele mooie bord van Hook & Catch, dat geeft ook aan wat ze allemaal verkopen. Wat je allemaal kan vinden bij Hook & Catch. Barbecue, dat komt ook voor in de lockdown mixbox. Burgers, komt voor in de lockdown mixbox. Vis en chips, nou je krijgt eigenlijk kibbeling, maar dat kan je een beetje vergelijken daarmee. Belegde broodjes en natuurlijk ook verse vis en gekruide vis. Nou, ik zei het al. In deze aflevering van WhatsApp kan je misschien ook hele lekkere kruiden van Hook & Catch winnen. Als jij dus antwoord geeft op de volgende vraag. Want ik vertelde je al dat deze aflevering in het kader is van Rokkoman Day. Ja, Rokkoman Day. Ik heb al gezegd dat dat 131 jaar terug is begonnen. Die strijd voor gelijke rechten. Maar er waren nog meer dingen waarvoor de arbeiders eigenlijk streden. Ze streden voor een 8-urige werkdag, voor andere arbeidsrechten en natuurlijk ook voor het behoud van vrede tussen de werknemer en de werkgever. Nu, hele makkelijke vraag. Super makkelijke vraag. Dus ik wil je dan vragen, hoeveel uren mag een persoon, volgens de wet natuurlijk, gemiddeld werken per dag? Het is zo'n makkelijke vraag, boy. Als je het juiste antwoord kent, dan mag je dat snel appen. En ik zie dat iemand heeft geappt. Ja. Shafiella, heb ik het goed gezegd? Shafiella? Is het Shafiella? Ja, Shafiella. Van harte gefeliciteerd, Shafiella. Het is inderdaad 8 uren. Volgens de wet mag je ongeveer 8 uren per dag werken. Nou, omdat jij het juiste antwoord hebt gestuurd, dan krijg jij dus een hele speciale prijs gesponsord door DTS. En je krijgt ook een wijn van Rubimarkt. En je krijgt één van de sauzen van Hook & Catch. Eentje naar keuze. Dus je mag kiezen of het nou is de peppersaus of als dat is de fresh seasoning saus. Lukt het een beetje daar? Ja? Mag ik de mensen wijzen wat jullie allemaal hebben gemaakt? Oeh, het ziet er zo lekker uit. Er is dus een pasta gemaakt. Wat voor pasta is dat ook alweer? Grilled chicken pasta. En een fish pasta. Nou, Hook & Catch staat bekend om zijn visgerechten en om zijn verse vis. Dus natuurlijk kan het gewoon niet anders zijn dat we ook visgerechten aan jullie presenteren. Oeh. En alles was vers gemaakt. Gewoon op locatie en dat hier in hun wagen. Meals on wheels. Is gewoon naar hier toe gereden. Alles is in orde gemaakt. En ja, dan worden de dingen gewoon lekker vers op locatie gemaakt. Er gaat wat lekkere kaas over. Oeh, het ziet er zo lekker uit. Oh my goodness. Ik wil het echt proeven. Die mensen gaan denk ik een beetje jaloers op me worden. Oké, maar laat me ze wezen hoe het er allemaal uitziet. Nou, lieve mensen. Ik ben blij dat jullie kijken. Alle mensen die kijken, dankjewel dat jullie meedoen. Dankjewel dat jullie afgestemd zijn. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden om te kijken naar WhatsApp Live. Ik hoop dat jullie nog zin hebben en dat jullie echt blijven appen. Ik ga eventjes kijken. Kan je dit even houden? Ik ga eventjes kijken
als ik de mensen kan wijzen wat er allemaal in de pasta zit. Kan ik eentje wijzen aan de mensen? Oké. Okay. Laat me kijken als ik het kan nemen. Oei. Ja. Oh. Oeh, het is heet. Oké. Ga je me helpen, Ray? Ja. Oké. Nou, dit is dus de kippasta. Oh, dit is de vispasta. Nou, de vispasta heet dus aan de onderkant lekker op. De pasta. Creamy pasta. De vis erop. En wat voor vis is het? Bang bang filet. En dat is gemaakt met wat voor kruiden? Deze kruiden, die fresh seasoning kruiden. Alles wat we in kerst maken met de kruiden van ons. Oké. En een lekkere kaas erover. En natuurlijk kruiden nog erbij. Je hebt de pasta. Je hebt de creamy sauce erin. Je hebt de parmesan cheese ook erin. De Italiaanse kruiden erin. En met onze kruiden. Oké. Als de mensen zo'n lockdown mixbox bestellen, ja. Mogen ze ook een pasta bestellen? Is dat een pasta naar keuze of wordt dat een speciale pasta die jullie al... Dus eigenlijk voor de mixbox, we hebben twee pastas gezet. We hebben de chicken pasta en we hebben de vispasta. Okay. Maar als iemand wil apart een pasta kopen, een seafood pasta of een salon pasta, dat mag ook. We zijn niet alleen open alleen maar voor de mixbox. Maar als iemand wil een kibbeling met patat ook bestellen, dat kan ook. Dat is ook mogelijk. Dus dat wil zeggen, eigenlijk alles van het menu van Hook & Catch kan jij gewoon bestellen. Want Hook & Catch is gewoon open. Dit is dus de kippasta. De grilled chicken pasta. Ja. Wat zit er hierin? Eigenlijk dezelfde pasta. Dezelfde, maar alleen maar je krijgt de grilled chicken erop. En mensen mag weten, dit is precies zo. Je krijgt je menu in de mixbox. Dit is precies zo wat je kijkt in de grillbox. En in de mixbox, de lockdown mixbox, die dus dit weekend wordt gepresenteerd aan jullie, die jullie kunnen bestellen. Daarin krijg je dus verschillende dingen in. Je hebt die van 100 SRD, daarin zitten dus... Daarom zitten de burger. Burger. En kibbeling. En twee sides naar kuus. Wat zijn de sides allemaal? De sides, ik heb banaan, ik heb cassava, ik heb wedges. Ik heb fries en ik heb zoeter patat. Oh, lekker. Ja. En als je dus de grote box neemt, die van 200 SRE, wat krijg je daarin? Je krijgt de burgers, home and tenzijde de burgers. Je krijgt de pastas, mm-hmm. Je krijgt twee sides nakuurs, mm-hmm. Je krijgt een barbecue, mm-hmm. Je krijgt een salade. Oh, dus dat heeft veel. Ik dus denk ongeveer 4 mensen gaan lekker geniet eten van dat box. Geweldig. Van die Rokomandé box kan je dus lekker genieten, kan je lekker smullen. En je moet dus gewoon bestellen. Je kan dat doen op het telefoonnummer van Hook & Catch. En dat is 52. Ja, het is boven. 52-17-59. Of? Ze kan appen. 749-43-77. Dus je kan bellen of je kan appen om jouw bestelling te plaatsen dit weekend. Het kan niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag. Ja, het hele weekend door kan je dus de lockdown mixboxen van Hook & Catch dus bestellen. Nou, waar wacht je eigenlijk op? We gaan even naar een reclamebreak en zijn zo weer bij u terug. Want dan gaan we jullie dus eigenlijk alles laten zien van wat je allemaal nog meer krijgt in de lockdown mixbox. Are you ready? Ready for the number one soup in Suriname? Sasitizo, salakarzo, ninyo sukuyae. Mama noodle, sasitizo, mama noodle, salakarzo no. Mama noodle, asoportra, toke sodorte. Mama noodle, ayuani kanyame. Mama noodle, sasitizo, mama noodle. Oma se filope, mama noodle. Kata se filope, mama noodle. Hala sama lope, mama noodle. I know you do for you go and go down. Yabasi ye, bisikwa. Yabasi ba, it's me. Adi shefi, adi shmanke. Say a drink, bisikwa. A crackle, and a prato. Adi si mudrini. So sweet, eatering. Bisikwa, young and old. Drumasi na man, old and young. Bisikwa, just a bigger. Bisikwa, this is me. Bisikwa, I feel yo. Bisikwa, bisikwa. Pan American Motors, de trendsetter voor betaalbaar rijplezier.
Bij elke aankoop ontvangt u een extra korting. Wij hebben de voordeligste rentecalculatie. Verder zijn onze prijzen geen misleidende prijzen. Ook zorgen wij voor een snelle afhandeling. Dus calculeer en haal de meeste voordelen bij ons. Haal uw droomauto vandaag nog bij Pan American Motors. Nou, ik ben komen staan in de bus voor jullie, want ik had het gevoel dat jullie misschien niet zo goed konden zien wat er allemaal hier gebeurde. Maar voordat we dus gaan, ja, er is best wel wat bedrijvigheid achter mij, wat ik zo leuk vind. Nou, ik heb nog een quizvraag voor jullie. En deze gaat over hook and catch. Luister goed, het is zo makkelijk. De naam is al een paar keer doorgegeven. Dus ik hoop dat jij je best doet om snel het juiste antwoord te sturen. Vergeet je naam niet erbij te zetten. En als je deze vraag goed hebt, dan win je dus een box van 100 SRD. Ja, wat ik je dus wil vragen, je hebt de flyers ook gezien. Laat me weten wat de naam is van de box. Ik wil die naam niet zeggen, toch? De box die Hook and Catch dit weekend gaat leveren. Wat is de naam van die box? Wie kan als eerste het juiste antwoord sturen? De naam, het is die Hook and Catch, het bedrijf heet Hook and Catch. Oeh, iemand heeft het gestuurd. Ja, die mensen hebben goed geluisterd. Het is niet de Brocco Mandee box, maar Robertino heeft wel het juiste antwoord gestuurd, want het is de lockdown. Robertino, ik moet je teleurstellen, boy. Je hebt niet alles gezet, boy, Robertino. Hier zie ik wel het juiste antwoord. Naomi Koning verandert. Sorry, Robertino. Het is de lockdown mixbox. Jij hebt alleen geschreven de lockdown box. Sorry, het is de lockdown mixbox. Oké, Robertino, omdat ik jou naam als eerste heb genoemd, dan gaan we je wel een prijsje geven. We gaan je zo een keus geven naar een saus naar keuze. Dus je mag kiezen als een pepersaus is of de kruidenbox. Maar de prijs van de lockdown mixbox zelf, die gaat wel naar Naomi Koning veranderen. Want zij heeft het juiste antwoord gestuurd. Zij heeft dus gezegd, het gaat om de lockdown mixbox. En dat is de juiste naam van de mixbox. Nou, hier achter mij zijn de mensen flink bezig om te maken dat wat er allemaal in de mixbox komt. Laat me jullie toch nog even wijzen, want misschien hebben jullie het zo net niet goed gezien. Kijk, dit is dus de chicken pasta, de grilled chicken pasta. Dit is dus de vispasta. Heerlijk, het lekkere vis daarop. Oh my goodness, het ziet er zo goed uit, toch? Die cameraman wordt helemaal... Er zitten watertanden hier. En de burgers die worden ook gemaakt. De salade wordt gemaakt. Kijk, hij wordt hier dus klaargemaakt. Dat zie je hier. Alle kruiden worden gesneden. En daarin gezet. En daar gaat hij dan. En dan wordt de salade gemaakt. Oh, wat ziet dat er goed uit. Geweldig. Geweldig. En ja, daarop wachtte ik. Ik wil jullie dus laten zien. Wat voor burger is dit? Die is een beefburger. Beefburger. Ah, je weet toch, wanneer je iets moois ziet, dan hoor je geluid zo op de achtergrond. Ah.
de beur, beefburger. En dat heeft dus patat, het heeft wedges erbij. En hier hebben we, deze is de kipburger. Oh, heerlijk ziet dat eruit. Nou, als jij dus zo'n lockdown mixbox bestelt, dan krijg je dus ook zo'n burger. Je krijgt pasta erbij. En die heeft cassave erbij. Die heeft cassave wedges en patat. Die ook cassave wedges en patat. En je krijgt ook salade erbij. Dat is wat die dame daar net heeft gemaakt. Heerlijke salade. Dit is onze healthy health box. Oeh, heerlijk. Stir fried vegetables. Ah, and what kind of vegetables? Champion, corn, wortelen, tomatoes, some cucumbers, yeah. Je krijgt ook een salade in de mixbox. 200 SAD one. What? Okay. Okay, with some grilled chicken on top. Nice. Or you can get it with grilled fish. Okay. Or carnala, you know, but if you buy it by itself, then you get it with carnala. You can order it with carnala. Okay. And if it comes in the box, it comes with grilled chicken or chicken. Fish. Okay. Dus, ze heeft ons uitgelegd dat dus die healthy mix salade, dat krijg je dus ook in de lockdown mixbox. In de lockdown mixbox krijg je het met kip. Met gegrilde kip, maar als je het apart bestelt, dan kan je het ook bestellen met vis. Je kan het ook bestellen met garnalen. Ja, Hook & Catch staat dus bekend om hun verse vis, om hun verse garnalen. En ja, daarom kan je de groente, healthy salad mix, kan je dus ook bestellen met vis of met garnalen. Nou, dit is dus allemaal wat je krijgt in de lockdown mixbox. En ik wil de mensen, toch nog een vraag stellen. Want ik heb nog een prijs. En dat is dus een lockdown mixbox ter waarde van 200 SRD. Nou, in die box krijg je dus een aantal dingen. Ja, je krijgt dus pasta. Je krijgt burgers. Je krijgt salade. Je krijgt barbecue, een barbecue boat. Ik ben iets vergeten. Wat krijg je nog meer in die 200? Dus je krijgt pasta, burger, salade, kip, kibbeling, barbecue boat. En keus, site naar keus. Site naar keus. Dus je kan kiezen uit verschillende sites. Je hebt dus frietjes, je hebt wedges, je hebt cassave. Ik heb begrepen dat je ook zoete patat hebt. Nou, als jij deze lockdown mixbox wil winnen, dan mag jij dus antwoord geven op de volgende vraag. Ik sta hier in een mooie auto van Hook & Catch. En deze auto komt dus eigenlijk overal. Die auto heeft ook een naam. Wat is de naam van deze auto waar ik in sta? Als je het juiste antwoord kent, dan mag je dus dat nu appen naar mij. De persoon die dat als eerste doet, die wint dus zo een lockdown mixbox ter waarde van 200 SRD. Nou, de mensen die, ja, die zijn flink aan het appen, maar ik zie dat Joey A, heeft dus als eerste het juiste antwoord gestuurd. Want inderdaad, de auto die heet Meals on Wheels. Van harte gefeliciteerd, Joey. Jij hebt dus de lockdown mixbox gewonnen ter waarde van 200 SRD. Nou, de mensen zijn bezig. Ik ben blij dat jullie kijken. En omdat jullie zo enthousiast zijn, wil ik toch nog een prijsje weggeven. Laat me even nadenken over een vraag. Heb je een vraag, Ray? Want dan kunnen we misschien nog wat seasoning weggeven. Heb je een vraag voor de mensen? Als iemand gaat zeggen hoeveel jaren bestaat Hook & Catch al. Dan die persoon krijgt nog een box van 200 SRD. Nou, je hebt het gehoord van de directeur zelf. Als de mensen weten hoe oud Hook & Catch is, dan krijgen jullie een lockdown box. Het is geen 10 jaar. Het is geen 10 jaar. Het is ook geen 12 jaar. Het is geen 4 jaar. Nee, de mensen zijn warm, maar er is iemand die wel het juiste antwoord heeft gestuurd hier hoor. Iemand die wel het juiste, laat me de juiste persoon kiezen hier. Ja, Awana Orson. Kijk even, jij mag zelf kijken als het juiste antwoord heeft gestuurd. Ja, Awana Orson. Inderdaad, Hook & Catch bestaat dit jaar 5 jaren. En daarom, zoals de directeur Rerat heeft gezegd, krijg je dus ook een lockdown mixbox ter waarde van 200 SRD. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Nou, het gaat eigenlijk een beetje gesmeerd hier hoor, moet ik zeggen. Die geur, die maakt me helemaal
Laat me water tanden. Ja, ik vind het erg dat jullie niet hier zijn om dus samen met mij te proeven. Maar ik beloof jullie wel dat ik voor jullie ga proeven. Dat beloof ik 100% zeker. Oh. Geweldig. Dat is helemaal mooi. Nou, ze maken dus de lockdown mixboxen. Ik ga even naar buiten. Laat me even samen met mijn cameraman zakken, want het is warm. Ik kan je vertellen, hier in die box, in die auto. Die auto heet Meals on Wheels. Ja. Is het vreselijk warm? Oh mijn goede. Nou, wat we dus gaan doen. Zometeen gaan ze ons dus laten zien wat er allemaal zit in die lockdown mixboxen. Die van 100 SRD en die van 200 SRD. We gaan u dat zo meteen laten zien. Ze gaan het even in orde maken, zodat je precies kan zien wat je krijgt bij 100 SRD en wat je krijgt bij 200 SRD. Voor nu gaan we even naar een korte break en we zijn zo meteen weer bij u terug. Sabor de Lori aan de Anton Drachtenweg. Hopelijk zien we u gauw. Nou, ik ben weer in de studio en ja, dat omdat het buiten een beetje warm was, hopelijk vergeven jullie me. Maar ik wilde even in de airco staan om weer eventjes tot rust te komen en met jullie te praten. Ja, want er werd aan mij gezegd, zoveel mensen appen, doe nog een prijsvraag voor de mensen. Willen jullie nog een prijsvraag hebben? Laat me horen, laat me kijken wat de animo is. Willen jullie nog een prijsvraag? Als jullie me dus zeggen dat jullie nog een prijsvraag willen, nog een kans willen om een prijsje te winnen, dan zorg ik ervoor dat ik nog een prijs aan jullie geef. Zo, ik zie dat er mensen kijken, ze appen. Ja. Ja, nog een prijsvraag. Oké. Nou, we waren zo net dus buiten bij Hook en Catch. Want Hook en Catch heeft dus in verband met Rokkeman Day op 1 mei hebben ze dus een, ja, een leuke actie bedacht. En dat is de Lockdown Mixbox. Nou, in deze Lockdown Mixbox zijn er dus een aantal dingen. Hook en Catch is al 5 jaar actief in ja, de
food industry in Suriname. En ik denk dat je dus dan ook moet weten wat het adres is van Hook & Catch. Als je weet wat het adres is van Hook & Catch, dan mag je dat nu voor me sturen. En dan kom je dus in aanmerking voor twee seasonings van Hook & Catch. Nou, ik zie hier... Iemand heeft gestuurd de hoofdstraat. Het is niet de hoofdstraat. Maar het is wel de Hoge Straat. En eigenlijk heb ik Ray even nodig. Ray, staan jullie aan de Hoge Straat of aan de verlengde hoogte? Het is de verlengde, ik dacht het al hè. Het is de verlengde Hoge Straat. En de eerste persoon die dat antwoord heeft gestuurd was wel Chavello. Want ik zag een paar mensen sturen Hoge Straat. Maar ik denk nee, volgens mij is het de verlengde Hoge Straat. Nou, Chavello, jij bent degene die als eerste het juiste antwoord heeft gestuurd. Gefeliciteerd. Daarom win jij dus twee kruidensoorten van Hook & Catch. Je mag dus kiezen als dat is de peppersaus of als dat is de fresh seasoning sauce. Van harte gefeliciteerd, Chavello. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie meedoen. Ja, ik wil eigenlijk iedereen blij maken, maar dat kan niet altijd. Dat is jammer. Zijn er nog meer prijzen? Die zijn al weg. Ja, nou, we gaan nog meer weggeven. Zie je, ik wil jullie blij maken. Ik vraag gewoon naar prijzen, zodat ik die kan weggeven aan jullie. We gaan nog een wijn weggeven die gesponsord is door Rubim Supermarket. Je weet, Rubim staat aan de Quattaweg. En ik weet niet als je me zo net in die reclame hebt gezien, samen met mijn collega Rodney, toen we zijn gaan shoppen daar. We konden echt alles vinden in die winkel. Hè? En het was heel leuk, want het is een hele grote winkel. Van buitenuit lijkt het niet, maar als je binnenkomt, dan schrik je toch wel even van wow. Zoveel dingen zijn in die winkel. Zo ver gaat het naar achter. Je kan echt alles vinden in die winkel. Nou, ja. We gaan een vraag doen van Rubim. Even nadenken. Oké, ja, laten we het daarover hebben. Intussen is de Ramadan begonnen. En ik wil weten van jullie, wanneer is de laatste dag van de Ramadan? De laatste dag. Als je me alsjeblieft een datum geeft, dus niet een dag, dus geen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, maar geef me een datum. Een datum. Cheyenne, ik ga uit van jouw antwoord, hè. Dus dat ga ik nemen als antwoord, oké. Want mijn collega, die vast ook, en die heeft dus aan mij gezegd dat de Ramadan op 13 mei eindigt. Dus... 12 mei. Zie je, daarom heb ik je gezegd. Ik heb je gevraagd. 12 mei, zegt ze. 12 mei. Weet je hoeveel mensen 13 mei hebben gestuurd? Er zijn twee kanten, heb ik begrepen. Oké, wie kan me uitleggen wat die twee kanten zijn? Eén is 12 mei, één is 13 mei. Is dat niet een beetje raar? Het is 12 mei. 12 mei, nou, 12 mei is de laatste dag van de Ramadan. Ja, ik ben uitgegaan van wat er hier werd gezegd hoor. Nou, de eerste persoon die 12 mei heeft gestuurd was Anne. Anne heeft als eerste gestuurd 12 mei. Dus ja, dan moeten we 12, moeten we Anne dus dan de prijs geven. En... jij krijgt dus een wijn die dus gesponsord is door Rubim Supermarket. Ja. 12 mei is de laatste dag van de Ramadan. Laat me even kijken voor de zekerheid hoor. Nou, zo zoetjes aan zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van WhatsApp. Deze live aflevering van WhatsApp. We gaan jullie zo meteen nog laten zien wat Hook & Catch allemaal heeft gemaakt. Maar voordat we dat doen, gaan we nog even naar de prijsvraag van deze week. Ook
deze week hebben we dus weer een hele leuke prijsvraag waar je aan kan meedoen. Het enige dat je moet doen is natuurlijk het juiste antwoord sms'en, let wel sms'en, naar het nummer 83x7288. De prijsvraag van vandaag is zo'n makkelijke prijsvraag, dus dat wil zeggen dat jij zoveel meer kans hebt om dus een prijsje te winnen. Want je kan makkelijk en meerdere keren het juiste antwoord sms'en. De prijsvraag van deze week die luidt als volgt. Welke gedenkdag herdenken we of vieren we aanstaande zaterdag? Is dat A, Emancipatie Day? Is dat B, Schrijfidentie Day? Of is dat C, Brokkoman Day? Als je het juiste antwoord kent, dan sms je de letter van dat antwoord, dus letter A, B of C, naar het nummer 83x7288. Als je het juiste antwoord hebt ge-sms en jouw nummer wordt uitgekozen als je zijn het winnend nummer, dan kom je dus in aanmerking voor een heel leuk prijzenpakket. En dan zijn er dus prijzen die gesponsord zijn door DTS, prijzen die gesponsord zijn door Basic One. Natuurlijk prijzen van onze trouwe sponsor Ilsa Bordelori en ook van Rubing Market. En natuurlijk krijg je ook prijzen die komen van ATV. Ja, ik dacht ik ga het even voor jullie opzoeken, maar inderdaad hoor, de Ramadan die eindigt op 12 mei. Ik weet niet als je het kan zien, ik heb het opgezocht. 12 mei is de laatste dag van de Ramadan, dus jullie hoeven niet boos te worden. Ga het even opzoeken, 12 mei, ja? Dus voor de mensen die een beetje boos waren, het is 12 mei. Nou, we gaan afsluiten, maar we gaan afsluiten met een prachtig beeld. En waarom zeg ik een prachtig beeld? Kijk wat Hook & Catch allemaal voor ons heeft gemaakt. Ziet het er niet fantastisch uit? Ah. Ja, dit is dus eigenlijk een deel van wat je allemaal kan krijgen in de lockdown mixbox van Hook & Catch in verband met Brokkoman Day. Nou, we hebben dus hier de burger. Dit is de visburger. Je hebt daar de pasta met grilled chicken erop. Wedges. Hier zijn er heerlijke bananen gebakken. Dit is de healthy salad met grilled chicken erop. Hier hebben we kibbeling met heerlijke sausen erop. Hier hebben we deze is de kipburger. En naast die kipburger heb je patat, vetjes en cassave. Dit is de beefburger, patat, cassave en dit is de vispasta. Nou, vergeet niet dat je ook nog lekkere kruiden kan kopen daarnaast. Dit is de spicy hot pepper sauce. En dit is natuurlijk de fresh seasoning sauce. Dat kan je gebruiken voor elke vleessoort van die je dus misschien wil inleggen of zo. Nou, je weet dat je natuurlijk ook bij Rubin Supermarkt heerlijke wijnen kan krijgen. Ja, dat is dus bij de slijterij van Rubin Supermarkt aan de Kwattenweg. Je kan morgen nog even langs gaan als je zegt van nou voor Brokkoman Day wil ik een lekkere wijn hebben. Gefeliciteerd de mensen die wijn hebben gewonnen. Ik bedoel even serieus. Dan kan je lekker smullen als jij dus geniet van jouw lockdown mixbox. Nou, Ray, ik wil je alvast een fijne Brokkoman Day toewensen. Maar voordat je gaat, wil ik je dus vragen om toch nog even aan de mensen te zeggen wat het nummer is waarop ze kunnen bestellen. Zo, ik moet jullie ook bedanken, de hele team. Mm-hmm. Want van sinds het Hook & Catch zijn begonnen, WhatsApp staat achter ons zeker ook. Zeker weten. En dus ik moet jullie helemaal bedanken. Maar wat de mensen zijn verwachten van ons is van de mixbox van 200 SRD. Je krijgt een burger, je krijgt twee size nakkeurs, je krijgt een barbecue bout, je krijgt een pasta nakkeurs, wat je wil. En het zijn zoveel dingen, je krijgt een kibbeling ook erbij in die box. Ja, dus natuurlijk, je kan genieten van die box van 200. En die box van 100 krijg je ook een burger, twee size nakkeurs en een portie kibbeling in die box van 100. Dus ja. De Brokkoman Day Uno, Waarderus Revi. En geniet van Hook & Catch op die dag. Zeker. Waarop kunnen ze, op welke nummers kunnen ze bellen? Ze kunnen op 5217-59 mm-hmm. of 749-4377. Geweldig. Dat zijn de twee nummers. Je kan ook appen op de nummers. En je krijgt ons. Geweldig. Ik wens jou ook een fijne Brokkoman Day.
Je gaat waarschijnlijk een beetje hard werken op Rokkomandé om de mensen, dus de andere Rokkomans, eigenlijk een beetje te verwennen. Maar zorg ervoor dat je na het weekend daar even rust, ja? Zodat jij ook een beetje... Dat gaan we zeker doen. Ook een beetje in de bloemetjes gezet kan worden. Ja. Nou, lieve mensen, we zijn gekomen aan het einde van deze aflevering van What's Up. Ik wil Hoek & Catch nogmaals bedanken voor het feit dat ze hier zijn gekomen met de hele truck Meals on Wheels. Om ons dus, om ons te laten zien wat ze hebben dit weekend. Maar ook een beetje om ons te laten smullen. Ja, en wat kan ze ook weten is dat de Meals on Wheels zijn overal. Je belt ons, we komen naar je toe, je is een feestje. Mm. Maakt niet uit als je bent op tapzee waar je bent met een 12, 15 mensen. Je belt ons en we komen naar je toe en je krijgt alles vers. Met Meals on Wheels. Ja. Oké, geweldig. U heeft het dus gehoord. Alles krijg je vers als jij dus Meals on Wheels laat komen. Nou, ik wil iedereen bedanken, nogmaals. Ook de mensen van het team hier binnen, achter de camera's. Iedereen die op welke manier een bijdrage heeft geleverd aan dit programma. Bedankt. Nou, ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken. Bedankt dat jullie hebben meegedaan. Dat is nog echt het leukste. Het maakt me zo blij als ik zie dat mensen kijken naar het programma. Als ik zie dat mensen meedoen. Ik hoop dat jullie echt blijven meedoen. Want ik probeer echt elke keer weer mensen blij te maken. Natuurlijk kan dat niet altijd zo zijn dat iedereen een prijsje wint. Maar als jij ervoor zorgt dat je elke maand kijkt naar What's Up Live, dan weet ik 100% zeker dat je ook echt een keertje een prijsje gaat winnen. Je weet het, elke laatste donderdag van de maand zijn wij dus live met What's Up. Dan gaan we leuke dingen doen, dan kan jij prijsjes winnen. Dan zijn we interactief met je bezig. Dus ik hoop dat je het ook al in je agenda hebt geprikt, dat we de laatste donderdag van mei weer eens live zullen zijn en dat je ook dan weer leuke prijsjes kan winnen. Als je ons wil contacten om iets te vragen, om ons iets te zeggen, of als je misschien naar ons programma wil komen, kan je ons bellen. Dat op het nummer 40-24-25. Of je kan ons een e-mail sturen op het e-mailadres whatsapp@atv.sr. Nou, de mensen die een prijs hebben gewonnen, je krijgt zo meteen nog een app toegestuurd waarin je dus de instructies krijgt van waar en wanneer je jouw prijsje mag komen afhalen. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken. Dat is de Facebookpagina van What's Up. Want ook via dat platform mag je ons contacten of mag je ons iets vragen als je iets wil weten. Het was me een waar genoeg om dit programma aan jullie te presenteren. Het is niet voor jou, vlieg. Ga weg. Sorry, ik was even fuga. Maar goed, ik weet je, maar goed. Het was me waar genoeg om dit programma aan jullie te presenteren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Mijn naam is Cheryl van Eer. Ik was er met Ray van Hoek & Catch. We groeten voor vanavond en we zeggen tot de volgende keer. Dag! Doei!